iets over Ferdinand Netcar. Heel beroemd. Half januari heb ik eens met Joost een gesprek gehad, omdat ik vind dat de kwaliteit van onze bussen te laag was. En ik denk dat zou Netcar best mee kunnen helpen. En dat hebben ze sindsdien ook gedaan. En dan zie je op 6 februari zie je een televisieuitzending waarbij journalisten vragen hoe vind je dat nou dat het dicht gaat. Ja, ik werk hier al 33 jaar, wat denkt u? Een zeer emotionele presentatie. En toen ben ik midden in de nacht een sms'je naar Joost gaan maken. Dat is inmiddels wat beroemd. De volgende dag kreeg ik een sms'je terug dat hij een week later met me zou praten. Toen kwam ik ook achter dat ze met BMW in gesprek waren. BMW had gezegd, je moet ook zorgen voor een goede aandeelhouder. En dat mag geen Aziat zijn, het mag geen hedge fund zijn, het mag geen investeerder zijn. Dus dan blijft er niks meer over als VDL. April zijn we met z'n allen naar BMW gegaan en dat klikte fantastisch. Ik moet zeggen dat bij BMW ook dat gevoel van familievennootschap zeer aanwezig is, want de invloed van de familie Quant is daar heel groot. Half juli zijn we overeengekomen met Mitsubishi, BMW en de sociale partners en eind deze september is een geweldige dik pak papier ondertekend. 1 oktober bekendmaking. 14 december is de overdracht. 1 januari beginnen we met de ombouw. We zijn nu al aan het engineeren. En dan hopen we dat in de tweede helft, we hopen allemaal op 1 juli 2014, dat de productie start. We hebben een orde van ruim 500.000 auto's voor 7 jaar. En we zijn aan het praten om dat te verhogen. En als dat zo gaat gebeuren, dan hebben we vrij kort te weinig mensen. En dat zou natuurlijk fantastisch zijn als we ook nog uit kunnen breiden. Maar dat is nou een beetje toekomstpolitiek. BMW, ja, dat is natuurlijk de beste klant en de mooiste klant die je maar kunt wensen. En wij gaan dus de Mini produceren en dat is een ongelooflijk sexy auto, vind ik zelf.